Welkom iedereen, in dit filmpje ga ik jullie uitleggen hoe de feedbackmodule binnen Rezengo precies werkt. Dus na elk restaurantbezoek krijgen jullie klanten een mailtje aan waar ze het restaurantbezoek gaan kunnen beoordelen aan de hand van een aantal criteria. En deze feedbacks gaan jullie zelf kunnen raadplegen door te gaan naar beheer, leden, feedback. En hier krijgen jullie een lijst te zien van alle verschillende feedbacks die geplaatst zijn over jullie restaurant. We gaan hier kunnen sorteren op bepaalde zaken. We gaan hier een klant kunnen opzoeken naar wat die precies over jullie restaurant gezegd heeft. Maar bijvoorbeeld ook sorteren op de score kan ook heel handig zijn om te zien wat zijn de slechtste scores, wat zijn de beste scores. Kunnen we hier allemaal gaan raadplegen. Dus we zien hier de klant die de feedback heeft geplaatst, de datum dat hij de feedback heeft geplaatst en hier ook op welke datum die eigenlijk is komen eten bij jullie. Als we dan weer klikken op die ID hier, gaan we iets meer details te zien krijgen van die feedback. Dus bijvoorbeeld, Chef Klaas is komen eten bij ons op 30 augustus om 5 uur voor het diner van 4 personen en heeft ons een heel goede score gegeven. Hij heeft 10 op 10 gegeven, hij heeft kwaliteit 5 op 5, service 5 op 5 en ook prijskwaliteit 5 op 5. Dus dat is heel positief en we zien ook dat deze feedback inderdaad ook gepubliceerd mag worden. We hebben dit hier aangevinkt en wat betekent dat eigenlijk? Wel, de feedbackmodule van Rezengo is eigenlijk iets dat voor intern gebruik is bedoeld, maar jullie hebben zelf wel de keuze om bepaalde feedbacks publiek zichtbaar te maken op onze Rezengo website. Jullie kunnen die dan ook gaan delen op jullie Facebookpagina door het onderste hier te gaan aanvinken. We zien hier de feedback van Jeff, heeft hij geplaatst op 31 augustus 2018 om 9:18. En een publieke feedback, dat is de feedback die ook publiek zichtbaar gaat gemaakt worden als we dit hier aanvinken, heeft hij gezegd, lekker en gezellig gegeten. De interne feedback is dan weer enkel voor jullie bedoeld, bedankt voor de goede service. We zien hier ook dat er al een reactie is geplaatst geweest. Het restaurant zelf heeft gezegd, bedankt voor deze leuke feedback. Dus je kan ook zelf gaan reageren op feedbacks die bijvoorbeeld positief zijn, maar ook negatief kan je zeggen, sorry voor de slechte ervaring en kan je dus nog iets extra gaan geven. Je kan die reactie gewoon hier gaan typen, gaan toevoegen. Die persoon gaat nu een mailtje krijgen met daarin jullie reactie in. Zo, dat is kort uitgelegd hoe de feedbackmodule werkt. Bedankt voor het luisteren.